Eigenlijk is dit de eerste oplevering van alles wat er staat te gebeuren. En dat is de oplevering van het kunstwerk. Wij hadden het kunstwerk natuurlijk eigenlijk begin van volgend schooljaar willen openen. Met een doek en alles eromheen. Maar ik had mij niet gerealiseerd dat als ik de dames van Advertisement de vrije hand geef om een geweldig kunstwerk te maken, dat ze dan ook echt uitpakken met een geweldig, maar ook groot kunstwerk. Dus we ontkwamen er niet aan om het nu al te plaatsen. Stijgers zijn nodig en we kunnen het ook niet meer toedekken met een doek. Dus toen hebben we gezegd, nou dan maken we hier gewoon de eerste oplevering van. Barbara en Nicky, ga ons voor naar door de fietsenstalling, naar de deur. En via die fietsenstalling kwam het gezelschap in de aula, waar het werk een plek heeft gekregen. Het laatste avondmaal is in dit geval het Leidse avondmaal geworden. Dus er zitten Leidse prominenten aan tafel. Ik zie hier, ik wijs hem maar even aan, Einstein. Ja, Einstein inderdaad, Marie Curie. Zie je daar? Natuurlijk zien we Rembrandt. Ja, en we wilden hier eigenlijk het beginstuk van maken wat naar boven toe eigenlijk Leonardo liet zien. En de diversiteit, maar ook alle onderwerpen die net genoemd zijn. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En er zitten wat grapjes in hier en daar. Ik weet niet, daar zie je een kat. Je ziet hier een klein vogeltje. Weet je wel? Dus we hebben ook wat kleine details erin verwerkt, waardoor het ook nog wat speels is. Nou, we stonden net bij het Leidse avondmaal. Dit is weer een ander deel van jullie kunstwerk. Wat zien we hier? Moet ik zelf even kijken. Nou, we zien in ieder geval de Morsepoort. Ja. We zien, als je omhoog gaat, de Gulden Snede van Leonardo da Vinci. We zien een stukje van Mona Lisa. En hier gaat eigenlijk alles vooral ook over in tandwielen en in de wielen van het leven, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Dat alles uiteindelijk op elkaar wordt afgestemd. En, Hoe zijn jullie nou te werk gegaan? Krijg je een hele vastomlijnde opdracht of de vrije hand of iets ertussenin? Nou, eigenlijk gaan we in eerste instantie altijd in gesprek. En in dit geval dan voornamelijk via Zoom-sessies helaas. Er zijn dus verschillende dingen genoemd die zij heel belangrijk vonden. Zoals Leidse prominenten, Leidse geschiedenis. Natuurlijk toch een school in Leiden. Ook het verleden van Rembrandt. Uiteraard Leonardo da Vinci. Maar ook bijvoorbeeld alle vakken moesten aan bod komen. Scheikunde, natuurkunde, talen, de multiculturele samenleving. Omdat je toch met z'n allen doet. En volgens mij zijn ze dat, de ingrediënten. Ja. Staat hier een trotse schooldirecteur? Hier staat een hele trotse schooldirecteur samen met heel veel trotse collega's volgens mij. Ja, na 17 jaar gaat het gebeuren. Bij een school, of in een school eigenlijk inmiddels, die nog niet klaar is, hè? Nee, maar we zijn nu wel een heel eind. Het is eigenlijk de eerste oplevering van het kunstwerk. En we beginnen over, voor mij, 2 weken met de derde etage. En dan elke week een etage naar beneden. En 21 juli krijgen we de sleutel en dan is dit onze school. En dan gaan we ons alleen nog maar inhuizen, zodat we alle leerlingen op 1 september kunnen ontvangen. In dit prachtige nieuwe gebouw. Dan gaat er buiten ook nog van alles gebeuren, hè? Het asfalt gaat eruit, van het oude parkeer. Ja. Nou ja, we hebben er heel bewust voor gekozen, want onze huidige school heeft eigenlijk geen terrein voor leerlingen. Dat is de fietsenstalling. En we hebben hier gekozen, samen met de gemeente, om iets meer te investeren, maar een overdekte fietsenstalling te maken. Waardoor er allerlei etages komen, wat als pleindienst. En de rest is dus gewoon ook echt plein voor ons. Daar komt een pannaveldje, daar komen zitbanken, daar komen planten, bomen, van alles. Het wordt echt een buitenterrein waarvan wij hopen dat het uitnodigt om ook gewoon op schoolplein te blijven.